Ja, zoals mijn collega de wedstrijd schetst, de eerste helft ben ik het volkomen mee eens. We hadden inderdaad moeite om door een goed georganiseerd Almere om daar ja, kansen te creëren. Geen eens kansen, maar gewoon van achteruit. Zeg maar, een man te zoeken ergens in vrij op het middenveld of waar dan ook. Zo deden we goed, maar wij hadden daar heel veel moeite mee. Dan moet je heel veel initiatief hebben vanuit, in deze wedstrijd in ieder geval, vanuit het centrum. Dat heeft te maken met hoe hun vervolgens verdedigen. En dat deden wij gewoon niet goed genoeg. Te weinig initiatief, te weinig lef en durf. En de momenten dat we het deden, die waren spaarzaam. En dan gebeurde er wel iets voor de bal. Dat heb ik inderdaad omgezet om wat meer ruimte voorin te creëren. Dus inderdaad met de punten achter toe gaan spelen. Maar ook dat levert inderdaad niet zoveel veel op in aanvallende opzicht. Tweede helft hebben we wat meer, of in de rust hebben we meer nadruk gelegd op heb nou lef en heb nou durf om van achteruit door te schuiven. Nou ja, en ik denk dat wij ja, heel tevreden mogen zijn met die tweede helft. Het zit al heel dicht allemaal bij elkaar. En als je één goal maakt, dan kan je zomaar in één keer een bepaalde vonk overslaan. Dat heb je ook al meer gezien in de tweede periode, die daarin in één keer daar mee gingen strijden. En daar willen wij ook voor gaan in deze laatste periode. Dan heb je 4 punten uit 2 wedstrijden. Dan maak je het eerste stapje. En inderdaad wil ik wel even Mick van Buren benoemen. Die heeft inderdaad nogal moeilijk gehad in de laatste wedstrijd. Met het rendement. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Maar het is een groot compliment aan mezelf waar hij deze goals heeft gemaakt. Want het waren inderdaad van een hele mooie schoonheid, mooie kwaliteit.